Zo, hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb vandaag iets anders. Ik heb een challenge. En die challenge is om met dit kunstaasje een vis te vangen. Het wordt een beetje een uitdaging, denk ik. Maar we gaan het toch even proberen. Nou, tot zo. Dan vraag je misschien af, waar haalt hij dat nou vandaan? Nou, ik heb gewoon bij... ik zat op Wish, ik zag ze voorbij komen. Ik denk, nou ja, weet je, wie niet waagt, wie niet wint. En verder de haken en zo zijn best prima. Ik ga zo even kijken wat de actie doet. Zo, daar is hij dan. Eerst even kijken hoe de actie is. Het is wel een hele dieplopende plug volgens mij. Lange lip erop. Maar we gaan het eens even proberen. Blijf drijven. Ik moet eerlijk zeggen, de actie is echt niet slecht. Hij drijft ook heel snel. Dus desondanks het een dieplopende plug is, kan je hem zeg maar een beetje zo vissen. Nou, het algemeen zou je zeggen dat dit toch wel moet lukken. Nou, ik doe het toch op een ander hengeltje. Ik vond hem een beetje... Hij is toch aan de zware kant. Voor die hengel is het misschien iets te veel. Deze heeft even wat dikkere lijn. Wat lomper. Gaan we daar even mee proberen. Zet hem even over. Ja, ik denk dat dat beter gaat. Even afstellen. Just. Nou, dikke prima. Het ziet er toch niet uit, jongens. Heerlijk, nou, we gaan het even... Misschien vinden die vissen het wel heerlijk, hè? Je weet het niet. Moet je dit zien? Nou, we zijn even aan de overkant gegaan. Die andere kant was toch niks, ook niet dat ene mooie stekkie. Maar hij stroomt het water er mooi uit. Blijf positief. Hier gaat hij het mij doen. Nou, het is hier helemaal stamvol met waterplanten. Die ene plug heeft dus echt even geen nut. Dus voor dit stekkie heb ik eventjes wat anders. Ik heb hier een grote offset haak, de visser aan. Dat is eigenlijk een die ga ik vissen als een jerkbait. Dat is een soft plastic jerkbait. Ik zal jullie ook even laten zien hoe het werkt. Kijk of de molen goed achtergezet. Ja, kijk. Nou, die zit in het water. Hij zit nu in het water. Dan zinkt hij. En dan geef je de bewik aan. Hij zit echt net onder het wateroppervlak. Je kan hem lekker laten zinken. Dan kan je zelf een beetje bepalen hoe diep het is. En af en toe gewoon een jerker geven dus. En dan kan die vissen, ja, weet je, het lijkt op een doodgaan visje. En het kan wel eens heel goed werken, eigenlijk niet. Dus even kijken of jullie het in het water zien, zo. Kijk, daar is hij. Wat je ook kan doen, is dus een haak gebruiken met een loodje hier. Als je hem iets dieper wil hebben, nou, voor dit water maakt het dus helemaal niet uit. Maar dat kan je ook proberen. Kan je heel leuk. Ik heb er zelf ook snoekbaars mee gevangen. En nou ja, snoek zal er ook al op knallen. Daarom gebruik ik nu een best wel dikke onderlijn. Wel fluorocarbon. Dat gaat eventjes wat lekkerder door de planten heen. In plaats voor die, die warteltjes en zo. Dus we gaan het zo even proberen.
stekje nummer 3000. Nou, op dit moment zijn alle vissen welkom. Ja! Precies als ik het zeg. Piemelvis. Holy shit, ik zag hem er zo opduiken, jong. Wat een gekke zijn. Oh, niet losschieten alsjeblieft. Niet losschieten. Echt precies als ik het zeg, hè. Ik zie hem er zo voor de kant opduiken. Ik denk, oh, ik hou hem nog even in het water. Lekker bezig. Oeh. Dat was op de valreep, hoor. Oh. Nee. Nou, die tel ik gewoon, hoor. Die telt gewoon. Op deze. Geweldig. Nou, mooie vis. Was wel al 70 centimeter. Nou, we gaan er gewoon nog een proberen te vangen. Zo, het is weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik had gisteren natuurlijk, nou dat is voor jullie dezelfde video, met het speciale plugje gevist. Ik ga nu even lekker met de shad vissen. Kijken of ik nog een paar visjes bij kan vangen. Het zou leuk zijn. Het is al avond, dus ik heb niet zo heel lang de tijd. Maar dat wordt nog wat. Nou, ik zie jullie zo. Nou, ik zal jullie ook even laten zien waar ik vandaag mee ga vissen. Ik vis gewoon met een shadje. Rond de 10 centimeter is deze. Zoals je hier ziet, ik heb hem op een 5 grams. Ik heb hem op een tungsten kopje gezet in de plaats van een loodkopje. Op een tungsten kopje krijg je vaak veel meer gevoel door je hengel. En voor het roofvis is dat natuurlijk helemaal top. Dat is zwaar, hè? Lood is sowieso niet heel goed voor het milieu. En vandaar dat ik ook met tungsten vis. Meer gevoel, beter voor het milieu. Ik zou zeggen een win-win situatie. Verder vis ik hem op, heb ik een fluorocarbon onderlijntje. Ik ben op snoepaars aan het vissen. Fluorocarbon onderlijntje van deze 3200ste. Ik vis ook met 4200ste. Ligt er een beetje aan waar ik vis. Met wat voor dingen. Dit zijn niet zulke hele zware dingen, dus daar kan ik wel met 3200ste. En ik weet dat je hier niet heel vaak een snoek haakt. En we zijn gericht op snoepaars aan het vissen vandaar naartoe. Of de fluor. En dan op een hengeltje, nou deze is al 2,40. Het is aan de lange kant, maar ik vind het best lekker vissen. En op een Daiwa moletje, 2500. 800ste lijn. En gaan we die banaan. Zo, gelijk op de drop alweer. Nou, ik zal even het schepnet pakken. En heb eens. Kijk jongens, mooi in zijn lip. Gaan we even mooi onthaken. Had ze wat. Toch een leuke baas zo. Wat een schatje. Ik ga die even netjes releasen.
Lekker. Nou, ik ben voor jullie nu aan het editen. Maar ik heb hier een stukje film. Ik was aan het vissen die dag. En dit gebeurde er. Nou, je gelooft je ogen niet. Nou, hij bleef dus echt serieus iets van 5 minuten zo staan. En toen gebeurde dit. Nou, ik had dat deel er dus uitgeknipt, want ze lieten zo een tieten zien. Waarom? Ik heb echt geen idee. Ik weet ook niet wat er was. Het was echt een hele vage avond. En ze deden hierna ook nog van die vage groeten, wat ik niet hierop kan zetten. Maar over het algemeen was het dus echt super random. En ik snap er niks van. Daarna liep ze gewoon weg naar binnen en alsof er niks was gebeurd. En ik ging gewoon lekker vissen, maar het was apart. Dat we het zo zeggen. Zo, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een nieuwe vlog. Ik heb er al van genoten. Het was taai. Ik heb hem in 3 dagen opgenomen of zo. Dus dat is niet best. Uiteindelijk toch nog die snoek die er half afging. En uiteindelijk vandaag dus die baars. Nou, het is nu al bijna donker zoals je ziet. Het zit er weer op. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet niet te liken, te subscriben. En ik zie jullie de volgende keer, jongens. Doei doei.